Young Pros is een open community van en voor jonge professionals waarmee we kans willen creëren voor de nieuwe generatie om actief aan hun carrière te werken. De focus ligt op onze netwerkevents. Die organiseren we binnen verschillende vakgebieden. Dus we hebben de Marco Meetup voor marketing, communicatie, HR, finance, IT, noem maar op. Om echt mensen gericht binnen een bepaalde sector bij elkaar te brengen. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik alleen gekomen was. Ik was in het begin wat... Ja, ik had er wel schrik van, maar eigenlijk is dat nog het makkelijkste van allemaal. Je raakt heel snel aan de praat met anderen. Ik heb wel een paar heel interessante gesprekken gehad met heel interessante mensen. Het is een nieuwe generatie, gemotiveerd, gepassioneerd, op zoek naar een job. Een eerste job heel dikwijls. En heel veel mensen, dat had ik zeker niet zien aankomen, die willen ondernemen en die op zoek zijn naar advies, coaching een stuk. Ik vind het net knap dat je die jongeren enerzijds de kans geeft om met mensen die iets meer ervaring hebben in contact te komen. En anderzijds vind ik het ook leuk om daarvan te leren. Het is echt boeiend. Interessante vragen, interessante ideeën dat ze hebben en een leuk gesprek. Dat is waarom ik dit wel een belangrijk event vind. De mensen die daar naartoe komen zijn sowieso al meer gemotiveerd. Ik heb hier net meisjes gehad die van UGent kwamen. Die kwamen met z'n allen naar hier. Ik zeg, wacht even, jij komt op donderdagavond uit Gent om met een oude mens te komen praten over een paar tips. Maar dat geeft zo het gevoel van, oké, die willen wel, weet je. Je kunt gepassioneerd zijn door iets, maar je hebt een klankbord nodig. En dan denk ik dat de avonden gelijk dit wel ideaal zijn om een klankbord te gebruiken. We richten ons specifiek naar een jonge doelgroep, naar jonge professionals en ook carrière-starters, laatstejaarsstudenten. We doen dat omdat er enerzijds al heel wat events zijn voor meer ervaren profielen. Anderzijds zijn we ook van mening dat jonge professionals die zich nog moeten bewijzen op de arbeidsmarkt eigenlijk het meeste voordeel halen uit een netwerk. De gastsprekers hebben echt wel gevoeld hun ervaring eigenlijk. Dus ze hebben echt wel iets te vertellen. We komen juist van bij Karel Vink. We hebben binnen 2 weken een afspraak bij Duval Guillaume. Die leert altijd wel iets bij hier. En ik heb nog net iets gehoord waar een vriend had hier moeten zijn. Die had misschien met een job buiten gestapt. Als je hier vandaag rondloopt, ja, dat is gewoon super. De vibe die hier heerst, dat zijn echt jonge professionals die bezig zijn met een zaak. Je ziet de passie drijft echt van die mensen af en dat is geweldig om te zien. De jong professionelen zijn de toekomst en het is eigenlijk door hen dat wij kunnen groeien. Ook dus om die mensen te leren kennen hier, om met hen te netwerken, vind ik boeiend. Ik heb 2 potentials gezien die ik misschien ooit van zijn leven ga kunnen gebruiken en daar winnen dus altijd mee. Ik heb misschien wel links of rechts een nieuwe toekomstige medewerker ontmoet.